Stavro. Omdat ik wist van tevoren dat het heel emotioneel zou gaan worden, ga ik het niet live doen. Excuus ervoor. Ik wil je wat laten zien. Dames en heren, Pieter Zwart van Koolbloem. Ik ben trots. En ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb groot nieuws. Paul, Bart en ik hebben besloten om Coolblue te verkopen. U zei dat Coolblue is verkocht. We zijn natuurlijk heel benieuwd aan wie. We hebben een bod gekregen van een grote bekende buitenlandse speler dat we gewoon niet konden weigeren. Ja, hallo. Ik snap niet wat de rationale achter deze overname is. Nou, Piet, zal ik die even beantwoorden? Kijk, Coolblue is een betrouwbare partij. En ik ken de jongens al jaren, dus van zo groot af. Dus het is eigenlijk een vanzelfsprekende keuze. Ja. Sinterklaas en Coolblue werken natuurlijk al jaren heel intensief samen. We hebben eigenlijk ook hetzelfde doel, klanten blij maken. Dus ja, eigenlijk was dit ook gewoon de logische partij voor Coolblue. Ik kan me voorstellen dat de Sint niet de enige gegadigde was. Waren er nog andere spelers? Ja, we worden bijna wekelijks gebeld, zou ik haast zeggen. Er was zeker ook concrete interesse vanuit, ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar laten we zeggen de Nordics. Maar daar geloofden we net iets minder in. Wat betekent deze verandering dan voor jullie strategie? Verandert daar iets in? Nou, eigenlijk niet zo gek veel. We hebben er hele duidelijke afspraken over gemaakt. Wij vinden autonomie bij Coolblue heel belangrijk. We hebben afgesproken dat zodra Sinterklaas het land inkomt, dat hij toegevoegd wordt aan het managementteam in de functie van CSO. Jawel, als ad sinterim. Ja, ad sinterim. En ja, zodra Sinterklaas weggaat, dan gaat Sinterklaas weg. Ja, en dan ga ik weer terug naar Spanje. Wel zo warm. Ja, Sinter, er gaan geruchten dat er meer dan 1 miljard is betaald. Kunt u dat bevestigen? Ik een miljard pepernoten, ja. Dit soort overnames zijn echt zelden goed voor de werknemers zelf. Wat mogen we verwachten? Hoe is de integratie tussen beide bedrijven verlopen? Daar hebben we een heel mooi filmpje van gemaakt. Zou ik er nog 1 ding aan mogen toevoegen? Ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken om ook namens Sinterklaas jullie echt ongelooflijk te bedanken voor het keiharde werk dat op dit moment verricht wordt om alle pakketjes op tijd bij onze klanten te krijgen. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk wens ik jullie ook een ongelooflijk fijne blauwe pakketjesavond. Pakjesavond, hè, Piet? Helemaal gelijk, ja. Sinterklaas. En van hieruit sluiten wij de persconferentie. Ik zeg hup, aan het werk. Dag hoor.